wat doen die in de schapen? Ja, die zitten niet in de schapen. En ik kan het weten, want ik heb iedereen met naam en toenaam. Ah, dat is heel leuk in de universiteit. Zeg, die zitten goed tussen de meisjes, hè? Jas. Wat is die aan? Die heeft daar toch nooit iets van gezegd? Ik ga nooit over haar leven. Die praat nooit, punt. Maar ik wil dan toch nog wel één ding duidelijkstellen. Bij schaken gaat het vooral om een zeer strategische en zeer doorgedachte theorie om de tegenstander te overwinnen. En jouw idee van een vrouw binnen te doen, dat past er niet bij. Nee, maar niet. Ik zou winnen zonder dat. Mia met waarom we pas? Ja, ik heb het daar al zo vaak uitgelegd. En dan ben ik maar beginnen, maar we zijn niet slaap. Waarom verblijf ik verbaasd met nou benieuwd? Oké. Hey, hallo. Ik ben Amanda. Anna. Zijn we nog bij het schaak? Just in the cold, 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 cold
mijn hart verloren. Van alle meisjes op heel de wereld, zie ik. Ja, mijn hart op mijn vrienden had. Man, ik zit dus echt wat te eten, hè? Ja, echt, hè? Ja, echt, ik had niet ooit een eigen mening hebben. Ik vraag me dat echt af, want op dit moment erg ik mij dood aan. Zou je dat zelf beseffen? Of zou die denken, ah, oh, kom, we gaan Celine nog een keer pesten en Neil dit. Ja, echt, hè, zeg ik. Op een gegeven moment ga ik mij gewoon niet kunnen inhouden in die volle laag geven. En soms vraag je me af dat je echt aan mening hebt. Bij wie niet weet je gewoon niet wat je aan hebt. Dat is altijd, je krijgt altijd je gelijk. En ook al heb je misschien geen gelijk. Brit, die is echt tenminste nog waar het op staat. Dat is echt een wijf met ballen, ik heb al veel van haar geleerd. En om even terug te komen op Lily, ik kan haar echt niet hebben en ze weet het. De enige reden dat ik mij omga is omdat ze zo'n schone Porsche heeft. Maar echt een schone, een rode. Oh, ik heb het weer gedaan, hè. Ik haat mezelf ervoor. Waarom kan ik nu nooit eens zeggen dat ze geen gelijk heeft? Ik ben gewoon bang. Bang dat ze me niet leuk meer zullen vinden. Celine vindt me nu al niet leuk meer, dat weet ik. Ze lijkt trouwens enkel op opgedaan voor Brit de laatste tijd. Het lijkt wel alsof ik telkens ik met Brit of Celine praat, mijn zelfrespect gewoon op de vlucht slaat. Dat ik gewoon de kracht niet kan opbrengen om te zeggen waar het eigenlijk op staat. Pieter Paul zegt altijd, je bent mooi en slim, maar van dat tweede merk ik nooit iets. Maar ja, aan haar heb ik ook niet veel. Niemand mag weten dat we een koppel zijn, dus negeert meneer mij compleet op school. Hé hey mannen, wat was dat voor een idee van mij? Dat lekker dingen van. Ja, joh, hé. Die had ik mij gewoon wakker gemaakt met een remslaapje, hè. Helemaal van mij, dat ook eens gehad. Dat is echt een snurkje, hè. Hoe had je nu eigenlijk kunnen staan? Ja, je weet eigenlijk. Ik was gewoon een woestuig. Je weet wat ik een valling heb. Een valling? De snotneus, ja. Hey. Oh, mijn moeder is echt een snotneus. Ah. Ja, maar ja, ik denk dat ik daar nou wel beschouwen. Maar ja, ik kijk wel vreemd. Maar als het terug bent, moet ik niet tegen mij vinden, hè? Want daar was een hele mooie. Francesca, kan ik weer spreken? Zeker. Dat zegt wel als we om de vier ogen zijn. Francesca, ik moet weten dat ik u graag zie. En dat ik met u oud wil worden en dat ik met u sokkelaar mag kopen en zo. Wat is deze en wat is dat met die sokken? Wel, bij u liep ik altijd op kansen moeten. En ik denk dat er na een aantal jaar wel wat sokken versleten zouden zijn. En dan zouden we om nieuwe sokken moeten gaan. Ja, ik ben nu even in de stemming om te lachen. Ik ben stom geweest. Ik heb... Zag ik nu toch omhoog? Ik heb met Sophia gekust. Waarom? Zijn er nu aan het lachen of wat? Nee, het spijt me.